Dit soort filmpjes heb je misschien wel voorbij zien komen. Want het is een grote hype op internet. De Cheese Challenge. Een plak kaas in het gezicht van je baby gooien. De kaas blijft plakken. De baby kijkt een beetje verbouwereerd. En hup, zo heb je weer een hoop likes verdiend op social media. Maar er komt nu ook veel kritiek op deze hype. Want is het niet hartstikke zielig voor die baby? Stop met voedsel gooien naar je baby, zegt deze Twitteraar. Behandel ze niet als stront voor het vermaak van mensen op internet. Ben ik de enige die deze hele challenge een beetje raar vindt? Gooi geen kaas op je baby voor likes. En ook model Chrissy Teigen is tegen. Ik zou nooit kaas kunnen gooien op mijn lieve nietsvermoedende baby, die alle hoop en vertrouwen van de wereld in mij heeft. En deze mensen zijn niet de enige criticasters. Ook kinderartsen in Amerika waarschuwen. I think that the baby will really be startled and worried that it's going to happen again and again, and that might make the baby nervous or you know fearful. Um, why would you want to do that to a baby? <middels>